Je moet klein beginnen, dat wordt wel eens gezegd. Nou, dat gaan we vandaag doen. Vandaag begin ik met een nieuwe serie, eigenlijk een probeersel voor een nieuwe serie onder de naam Daily Minutes New Stuff. Uiteindelijk moeten de filmpjes langer worden, maar dit is een kort filmpje en in deze serie ga ik af en toe dingen behandelen die nieuw zijn. Dat kan nieuwe apparatuur zijn, nieuwe software of een nieuw idee. En af en toe behandel ik ook iets dat er al langer is, gewoon omdat het zo cool en goed is. In de toekomst gaan we in de filmpjes ook apparaten uitproberen, maar vandaag beperk ik me tot het format van een unboxing filmpje. Het product van vandaag is de Raspberry Pi DVB-T Micro HAT, Micro HAT. Dit is een DVB-T ontvanger om te gebruiken in combinatie met de Raspberry Pi Zero. Het computertje van 5 of 10 euro afhankelijk of je er wifi en bluetooth in wilt of niet. Het dingetje is pas een paar dagen beschikbaar, de Micro HAT, en er is nog niet zo heel veel over bekend. Dus hij is ongeveer even groot als de Zero, dus ongeveer 2/3 van een creditcard, het printje. De USB-aansluiting van een Raspberry Pi die is voor dit soort toepassingen niet helemaal ideaal, vandaar dat deze Micro HAT op de GPIO-aansluiting van de Zero wordt aangesloten. Hij is van de Raspberry Pi-organisatie zelf en die zaken zijn meestal erg goed uitgedacht en ze werken ook erg goed. Denk maar eens aan de bekende Raspberry Pi-camera, wat voor heel weinig geld echt een steengoede camera is. De Micro HAT wordt geleverd met een aantal accessoires, schroefjes, afstandbusjes, een verloopje van SMA, zoals die op de print zit, naar IEC, de bekende kabel-tv-plug, en verder een GPIO-poort voor op de Zero. De Zero wordt namelijk in tegenstelling tot de andere Raspberry's geleverd zonder een GPIO-connector al op de print. Die moet je dan in dit geval zelf opsolderen. Dan kun je zeggen, een DVB-T-ontvanger, dat is interessant. Die kun je vast ook voor SDR gebruiken. Maar er is een kleine complicatie. De makers hebben op dit printje niet de bekende RTL-SDR-chip gebruikt, maar een chip van Sony, de CXD2880. Voor deze chip is er echter nog geen software en geen driver om hem met de bekende SDR-software te kunnen gebruiken. Het is ook nog niet helemaal zeker of hij hiervoor wel te gebruiken is. Aan de andere kant is DVB-T-ontvangst natuurlijk ook een vorm van SDR, dus het is wel waarschijnlijk dat het kan. Ik verwacht eigenlijk wel dat als het mogelijk is er redelijk snel een driver voor zal zijn. Een tweede vraag is dan uiteraard of deze chip meer mogelijkheden biedt dan de bekende RTL-SDR-USB-stick. Als je hem in Nederland koopt is de prijs van deze Micro HAT wel vergelijkbaar met de RTL-stick. Zij kost tussen de 20 en de 25 euro. Leuk dingetje, ook omdat hij zo ontzettend klein is en daarmee gebruikt een Raspberry Pi Zero ook nog heel erg weinig stroom. Voorspellingen voor de toekomst zijn bij dit soort dingen natuurlijk altijd hachelijk, maar over een half jaar zal het vast bij een aantal amateurs wel in gebruik zijn.